nieuwe planning gemaakt. Gezwaaid naar dat speelgoed. Goedemiddag met Nancy. Natte was staan. Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. In deze vlog wil ik jullie meenemen in het combineren van werk, met name dan ja, mijn eigen bedrijf, slash thuiswerken, gezin, huishouden, tijd voor jezelf, rusten. Kijk gezellig met mij mee. Ik heb afgelopen week een nieuwe planning gemaakt en voor mij is het echt super fijn om het even visueel te hebben. Wat de tijden zijn dat ik iets moet. Bijvoorbeeld wanneer ik boodschappen ga doen. Ik heb nu ook een weekplanning gemaakt voor de boodschappen. Wat ook meer tijd, maar ook financiën oplevert. En ik heb zelf dingen als eten koken en eten en opruimen erin gezet. Zodat ik gewoon puur duidelijk krijg wat de momenten zijn waarin ik bijvoorbeeld kan werken of sporten of stille tijd kan hebben. En die planning die helpt mij enorm. Zo heb ik bijvoorbeeld gisteren een moment gehad dat ik binnenkwam en hier in de woonkamer lag allemaal speelgoed van een verjaardag van Lea nog. Maar ik had op de planning staan dat ik zou gaan werken, 2 uurtjes, want ik was even zonder kids. En ik heb letterlijk gezwaaid naar dat speelgoed en gezegd, ik ga nu even werken. En op een ander tijdstip heb ik het dan ja, wel weer opgeruimd. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Ik laat jullie zien wat ik bedoel. Ten eerste heb ik vannacht even wakker gelegen, waardoor ik een beetje moe ben. Dus mijn lichaam geeft eigenlijk aan, ga even liggen. Side note, Nick is op school en Lea ligt even in bed. Oh, ik moet Lea nog even afmelden op de puttenspeelzaal, want die heb ik in bed gelegd in plaats van naar puttenspeelzaal te brengen, omdat die ook moe was. Goedemiddag met Nancy, de mama van Lea. Hi, ik wilde Lea even afmelden. Die was kapot moe vandaag. Ja, dat soort dingen lopen natuurlijk ook gewoon door. Oké, ik moet even naar Lea, want haar knuffel is gevallen. Kijk eens meisje, alsjeblieft. Ga nou lekker slapen, goed? Zo'n klein beetje speelgoed, dat is nog te overzien om dat eventjes op te ruimen. Zo. Klaar. En verder heb ik dan nog hier natte was staan. Ik kan niet zorgen of liefde geven of wat dan ook op het moment dat ik leeg ben. Dus ik moet ook zelf tanken. Ik heb zo'n 5 à 10 minuutjes gelegen en ik ben weer wat rustiger, merk ik. Pasta, spinazie en zalm. Dat is dus als je even dingen wilt gaan doen. Ik ga daar even niet verder op in. Mocht je afvragen of ik dat nog gebruik? Nee. Waarom? Ik heb vandaag nog niet gezogen. Ik zuig 1 keer per dag en dat is 's avonds na het avondeten. Dus vanavond na het avondeten zal ik ook hier gaan zuigen en alles een beetje netjes maken. Want de coaching die ik aanbied, bied ik online aan huis, maar dus ook bij mij thuis. En omdat ik nog geen eigen ruimte heb, vindt dat daar plaats aan deze tafel. Ik heb hier mijn water, nootjes en mijn to-do-lijst. Trouwens deze, ik heb die voor Maarten en de kids ook gehaald. Echt, ben ik super blij mee. Dat past veel in, 800 milliliter. Ik hou zo heel goed bij wat ik drink op een dag. En dit is roestvrij staal. En dat is gezonder dan plastic. Plastic schijnt nogal wat af te geven aan het water dat je drinkt. En bij dit materiaal is dat niet het geval. Dus als je dan al gezond bezig bent en water drinkt, dan pak glas of zoiets. Ik heb dus nu een werk-to-do-lijstje gemaakt. En een goede tip hierin die ik kreeg van Wonderlijk Werken is, je gaat of hetgeen doen waar je hart op dat moment voor klopt, waar je echt zin in hebt, of hetgeen wat echt niet kan wachten. En in de beste gevallen komen die twee overeen.
ik heb mijn LinkedIn profiel een beetje aangescherpt. En het is nu tijd om Lea uit bed te gaan vissen om Nikki te halen. Dus de werktijd voor vandaag zit er eventjes op. Vanavond heb ik dus weer een cliënt hier thuis. Waarbij we een mooi vision board gaan maken. Nou, Lea is wakker en aangekleed. En nou gaan we even Nikki halen. Nikki is weer thuis. Daar is Leaatje. En omdat de kids zich nu goed vermaken, ga ik me even wijden aan de afwas. Die is leeg, nu weer inruimen. Wat wil je dan? Bij jou alleen. Lekker. Sukuluki. Oh, meisje. En nou, wat gaan we nou doen? Blikkie boelie. Wat denk ik ook soms erbij hoort helaas, is dat ik vettig haar heb nu. Ik wilde ze vanochtend wassen, alleen was de combinatie van de kinderen sliepen iets langer dan normaal. Dus van 7 uur werden ze wakker. En Maarten moest heel vroeg weg. Maakte dat ik moest opschieten om de kinderen op tijd naar school te krijgen. En ja, dan dus. Ik krijg een helper. Lea wilde niet helpen vandaag, maar Nikki wil me wel helpen in de keuken, schat. Oké, we gaan pasta maken met zalm en spinazie. Ga jij dan huilen van dit? Nee, van dit moet je wel huilen, ja. Wat is dat? Ui. Ja. Ah, kom ik niet. Echt niet? Nee. Ik moet je het schaar even pakken. Ga ik dan ook huilen? Wil jij die snijden? Nee. Dat wil ik je niet aandoen. Zal ik dat maar doen? Vind ik zielig als jij moet huilen. Hey. Je mag de spinazie hier aan doen. Spinazie? Wat is dat? Spinazie. Zijn dat deze bolletjes? Ja. Waar is het? Kan ik open? Ja, moet je even kijken. Er is aan één kant een speciale opening. Kijk hier. Dit lipje, als je hier aan trekt, nee, heb je geen schaar nu, je hebt geen schaar nodig. Jij mag het doen. Als je hier aan trekt, naar die kant, dan gaat die open. Kijk. Ja, alles? Ja. Zo, het zit aan elkaar. Ja? Ik kom even kijken, oké? Okay? Dan mag je er een klein beetje water in doen. Aha! Oh, dit is een bekertje. Deze goed? Ja. Zo vol? Ja, helemaal goed, jongen. Kan ik nog wat vullen? Mag. Zo, dat is zo. Wat slim bedacht, denk ik, het om zo water te halen. Ik denk dat jij wel een hele goede kok bent. Ja, gooi maar erbij. Duwen en draaien. En dan even vasthouden. Zo? Ja. Waarom moet er suiker in? Is dat suiker? Nee, zout. Waarom moet er zout in? Dan krijgt de pasta een beetje een lekkere smaak. Draaien. Zo? Ja. Waarom zit er niks in? De pasta, het water moet eerst koken en als die kookt, bubbelt, dan kan de pasta erbij. Hij bubbelt nog niet. Nee. We koken vandaag. Ik weet het niet. Weet je nog hoe dit heet? Nee. Knoflook. Yes, ruik eens. Ubra. Grootste? Ja. Boah.
gewoon naar bijna. Kijk, dus dit heeft Nick gemaakt. Nee. Hoe vind je het? Lekker. Mijn coaching sessie gaat zo beginnen. Dus ik ga de vlog hier afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om even mee te spieken. En wellicht tot de volgende vlog. Doei!